Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en zoals je misschien kan zien ben ik nu bij de Mediamarkt, want ik heb net een geheugenkaartje gekocht voor mijn camera. Die andere was vol, want ik had al te veel gevlogd en ik wil toch wel vandaag vloggen. Dus daarom ben ik nu pas begin met vloggen. Ik heb hem gelijk erin gedaan en ik ga beginnen met mijn dag. Ik ben nu bij Alexandrium trouwens. En ik moet hier nog een paar dingen doen en daarna heb ik even een afspraak en ik neem jullie vandaag weer mee. Oké, het eerste wat ik ga doen is mijn nagels fixen. Die is er echt niet uit. Ik ga even kijken of ze snel tijd hebben. Dan ga ik het snel doen. En zo niet doe ik het een andere keer, want ik heb straks een afspraak. En ik ga even voor. Bij de nagelsalon Alexandrium en ze hebben over 20 minuten plek voor mij. Dus op zich is het best wel oké. Ik heb een broodje kip gehaald van Roos. Dus en die is zo lekker. Ik laat je straks even zien hoe die eruit ziet. En ik heb een flesje water gekocht. En ik doe vandaag echt fucking gezond en ik ga vanavond sporten. En ik ga je straks even vertellen waarom. Kijk, zo ziet het broodje eruit. Er is een broodje kiprollade en deze is echt zo gruwelijk. En je kan een saus kiezen. Ik heb de honingmosterdsaus. Eigenlijk niet heel gezond, maar is de beste optie voor nu. Zo leuk. Ik zat hier net mijn broodje te eten. Toen kwamen gewoon twee meisjes binnen die mij hadden herkend. Echt super cute, we waren onderweg naar school. Ik ben net klaar, ik heb met mijn nagels gedaan. En ik heb deze kleur gekozen. Weer zo'n mooie herfstkleurtje. Ik hou hiervan. Dat is echt een van mijn favoriete kleurtjes voor op mijn nagels. En ik ben er ook echt super blij mee. Oh ja, wat ik dus zei. Ik ben vandaag dus weer heel strikt gezond aan het eten. Want ik heb net de vlog online gegooid. Dat ik en Selma dus de weddenschap aangaan om 10 kilo af te vallen. En inmiddels is het al zo'n 10 dagen terug. En het gaat wel beter, want ik eet gezonder en bewuster. Maar het gaat niet zoals ik wil. Want ik sport nog steeds niet. En ik doe ook niet echt mijn best, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik ben gisteren op de weegschaal gegaan. Ik ben wel wat afgevallen. Ik ga nog niet zeggen hoe en wat. Dat zeg ik pas op het einde. Ik ben wel wat afgevallen, maar dat komt vooral omdat ik ben gestopt met prikdrinken. En kleinere maaltijden eten eigenlijk. Dat is het. En ik ben wel wat afgevallen. Maar ik moet wel echt heel erg goed mijn best gaan doen. En vanaf vandaag is het echt strikt. Ik ga vanavond sporten. En ik ga vandaag alleen nog groente eten met een stukje vlees. En heel veel water weer drinken. Want ik ga het winnen. Alleen echt stuk. Want ik kijk nu naar de vlog. En ik kijk nu naar de comments. En iemand zegt dus van... Ja, Selma speelt vals, want ze zit gewoon op de weegschaal met haar tas om. Ik had het niet eens gezien dat ze een tas om had. Volgens mij had ze het zelf niet eens door. Ik weet het niet, maar ik heb haar geappt. En ik heb gezegd... Even kijken. Ik zei tegen haar... Vriendin, heb je gewogen met je tas om? Ik ga stuk. Ik heb trouwens net een jasje gehaald van de Mango. En het is, zeg maar, zo'n... korte bondjasje. Hij is echt zo chill en zo lekker fluffy en zacht. En ik had het echt nodig, want meeste bondjassen zijn toch wel een beetje te lang voor mij. Ik ben klein, weet je wel. Ik wil gewoon zo'n kort jasje. Of als ik een keer een broek of zo aan heb, anders lijk ik echt mega klein. What the fuck is dit? Maar met dit jasje nu is mijn outfit van vandaag echt helemaal compleet, want ik ben all black. Ik heb een top. Oh, mijn batterij is bijna op. Ik heb dus het topje aan van LA Sisters en de tregging van Zara. En die zit ook echt super fijn. En dan doe ik dus dit soort jasje erboven. En het is gewoon echt perfect. Het is wel echt super koud met het topje alleen en een broek. Maar ik heb natuurlijk wel een jas aan, zoals jullie zagen. Ja, ik ga nu snel richting Rotterdam-Zuid. Ik moet even naar Honey. Zij moet iets voor mij fixen. Ik dacht, ik ga nog even langs Honey. Want ik wil heel graag outfitfoto's maken vandaag. Maar deze outfit... met dit outfit en mijn nieuwe jas. Maar dat gaat dus niet lukken. Want ik heb over een half uur al een afspraak voor een dermapenbehandeling. Waar ik overigens echt heel erg blij mee ben. Want dat wil ik al zo lang doen voor mijn huid. Vooral voor mijn poriën eigenlijk. Wil ik het zo graag doen. Ik heb er echt zo lang zin in. Klinkt heel raar. Maar ik verlang al heel lang naar een dermapenbehandeling. Maar dat wil zeggen dus dat ik het niet red om nog outfitfoto's te maken met Honey. Want die half uur... Ja, nee, echt niet. Ik moet nog tanken, dus ik moet eigenlijk eerder opschieten. Jammer, man. Nou, ik heb mijn jas maar snel weer aangedaan, want ik ga dood van de kou. Ik ben €95. Snel tanken, jongens. Ik ben inmiddels bij de dermakliniek en ik ben aan het wachten op Salsa. Die gaat zo de behandeling bij me uitvoeren. Ik denk dat ze eerst nog even mijn gezicht moet reinigen, want ik heb wel gewoon foundation op vandaag. Gaan we starten en ik wil eigenlijk alleen maar dit gedeelte en mijn neus en ook mijn kin.
dus niet meer de gezicht. Gewoon de grove poriën aanpakken. Kijk eens wie hier is. Ze wil eigenlijk vandaag niet op de vlog, want ze ziet er niet uit. Maar ze ziet er altijd mooi uit. Ik heb je gemist. Ik heb haar gemist. Yes. Dit is trouwens Soumaya. Dit is niet Sas, want ik zei Sas komt er zo aan. Maar dit is Soumaya. Nee, ik ben Sou. Zij zit meestal bij de receptie. En als je Dermakliniek belt, dan heb je meestal haar aan de telefoon. Dus je kunt haar voor alles een schuld geven. Ik ben de stem achter Dermakliniek. Oh, jongens, ik ben net klaar bij Dermakliniek. Ik heb dus een dermapenbehandeling gehad. Vooral bij, bij de gebieden waar ik grove poriën heb gedaan. heb ik het gedaan. Het was eigenlijk ook wel gezellig. Ik heb een beetje bijgekletst met Salsa, met Soumaya. Altijd wel even gezellig om bij Dermakliniek langs te komen. Nou, ik vind mijn huid eigenlijk best wel meevallen. Want bij de balie zeiden ze dat mijn huid echt heel erg rood was geworden. Maar het valt wel mee. Het is de bedoeling dat ik vandaag geen make-up meer op ga doen. En ik ga... ik mag vanaf morgen mag ik gewoon weer even iets op mijn huid smeren. Maar vandaag even laten rusten. En ja, daarom heb ik vandaag ook helemaal geen afspraken of wat dan ook staan. Ik ga nu lekker naar Honey. We gaan samen eten en daarna moet ik naar huis. Want ik word daar om 9 uur verwacht. Ik ben net aangekomen bij het werk van Honey. En ik ben echt zo blij nu. Ik keek net op Instagram. Dat mijn concurrenten, die water lekt over mij heen, nu in Tokio zit. Ze zit echt om mijn troep. Ik ga stuk, ik word daar gewoon blij van. Wou ik gewoon even melden. Ik ben inmiddels in Rotterdam-West met Honey. En we hebben eten gehad bij Evi Durum. We hebben echt zoveel trek dat we gewoon 2 gerechten per persoon hebben gehaald. Deze straat is hier altijd echt zo druk en zo moeilijk om te parkeren. Maar gelukkig hebben we Honey die haar eten knuffelt. Bitch. Ze is echt verliefd op haar eten. Oh, Turks eten. Turks eten is lekker. Heerlijk. Dit is wat ik dus ga eten. Salade. Lam. En nog meer salade. En ik wil ook nog zo'n bonensoepje eten. Die is echt lekker. Oh, dat is hem niet. Jawel, dat is hem wel. Dit, bonensoep. Ik ben net thuis. Ik wil net nog in de auto een beetje vloggen. Maar mijn camera valt uit, want de batterij is leeg. Ik ben net dus thuis. En wat ik nog wil zeggen in de auto is dat ik gezond heb gegeten bij Honey. Ik heb enkel salade gegeten en lam. Dus dat is echt heel goed. En ik mag nu 1 kopje koffie. Ik mag onbeperkt thee en onbeperkt water. En ik mag 1 stuk fruit zonder veel suikers. Denk banaan of zo. Ik weet het niet. Ik moet even nog even kijken. Ik ga het even opzoeken wat voor fruit ik eigenlijk nog alleen mag. Mijn huid is echt super rood. Ik heb hier een enorme puis. Ik ben net klaar zeg maar, met ongesteld zijn. Zo, die belichting, jongen. Ik ben net klaar met ongesteld zijn. Ik heb hier opeens een puis. Ik heb hier opeens een puis. En dat komt omdat ik met deze... Ja, ik ga het niet meer noemen. Maar ik heb dus afgelopen week heb ik gewoon heel veel chocola gehad. Ik weet niet, ik had echt zo'n enorme aanval. Maar ja, als je ongesteld bent, dan mag je wel chocola eten, vind ik. Kijk nu zelf gewoon alles goed praten. Wat ik me nog meer heb voorgenomen is... ik heb laatst eens een interview gekeken van Delia met Sylvie Meijs. En toen vroeg Delia aan Sylvie Meijs van wat doe je eigenlijk met je huid? En geloof me, Sylvie Meijs heeft echt zo'n prachtige huid. Dus zei Sylvie eigenlijk heel erg weinig. Want hoe meer ik met mijn huid ga doen, hoe sterker ik daarop reageer. Ze krijgen dus eigenlijk een onzuivere huid omdat zij dus dan meer aan haar huid doet. Dus het enige wat zij doet is gewoon goed hydrateren. En ze gebruikt 1 keer per week scrub, wat ik overigens ook doe. En 1 keer in de 3 maanden gaat ze even een uitgebreide gezichtsbehandeling nemen. Dus dat ga ik vanaf nu ook doen. Ik blijf echt van mijn huid af, goed hydrateren, 1 keer per week scrub. Gelukkig heb ik echt een goede van in mijn skincare. En om de 3 maanden even een gezichtsbehandeling. Ik denk dat Dermapen het beste bij mij past op dit moment. En dan kijk ik hoe mijn huid daarop gaat reageren. En natuurlijk is het ook belangrijk dat je zeg maar gezonde dingen ook binnenkrijgt. Het is niet alleen maar van buiten, maar ook van binnen. Dus veel water drinken, fruit eten, lekker groenten eten. En dan komt het allemaal wel goed. Trouwens even wat eerder naar huis gekomen. Omdat over een half uurtje mijn boodschappen weer worden bezorgd. Weer lekker allemaal gezond. Ja hoor, de boodschappen zijn weer binnen. Yay. Zo, goede boodschappen gedaan het keer. Hey, heb je dit zelfs besteld? Ik ga stuk. Zelfs dit kan je bestellen. Zo ja, ik heb honger. Ons is net iemand thuis en we hebben net onze boodschappen gehad. En ik ga gelijk de tonijntjes aanmaken voor Nessie. Want hij heeft trek. En we gaan zo de boodschappen even allemaal uitpakken hier.
Oh, ik vind die mini komkommers echt altijd zo lekker. Maar ik eet ze eigenlijk allemaal in één keer op meestal. Kijk, dit is echt handig. Nooit meer sjouwen. Oh, 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 rustig. Hallo. Jezus. Dus ik open één zak en er zitten gewoon 4 komkommers in. Huh? We hebben 4 komkommers en nog die mini komkommers. Dat klopt niet. Ik heb het even gecheckt en we hebben toch echt wel 1 stuk besteld. Ik ga stuk. We hebben gewoon per ongeluk 4 gekregen. Misschien zijn ze in een warme deze. Ja, dit ziet er wel echt heel goed uit. Het is een saladebol met falafel en zoete aardappel. Het komt nu echt goed uit nu ik weer gezond bezig ben. Dit is mijn favoriet tabasco. En dat deed ik vroeger letterlijk door al mijn eten. Ik vind het echt zo lekker. Ik ben me aan het klaarmaken om naar bed te gaan. Ik heb lekker mijn gezicht even gewassen. Ik wil alleen nog wel even water drinken. Want ik heb best nog weinig water gedronken vandaag. En even op tijd naar bed met Nessim. En dan morgen vroeg uit bed. Dan ben ik ook gelijk fitter. En dan heb ik ook misschien wat meer zin om te sporten. Want vandaag was ik gewoon echt helemaal kapot. En ging ik gewoon lekker op de bank liggen. Want ja, met het weer. Ik ga je bij de vlog op meteen afsluiten. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Doei doeg!